mensen van Doemergamer, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe episode van Pokémon Fire Red hier op Doemergamer. Deze keer gaan we een soort van verder waar we de afgelopen keer waren gebleven. Want de afgelopen keer was het natuurlijk zo dat wij hier waren geëindigd tussen deze al... Wat waren het ook weer? Het waren geloof ik prullenbakken. En als in een van deze prullenbakken zat een bepaalde hendel waardoor jij deze twee elektrische golf kon uitzetten. Ik vond er de vorige episode elke keer eentje en die tweede kon ik nu niet vinden. Dus ik heb het offscreen even opgezocht en zelf nog even geprobeerd. En het schijnt zo te zijn dat als je de eerste hebt gevonden, dat de tweede er heel erg dichtbij in de buurt zit. In tegenstelling tot mij die echt al die prullenbakken aan het doorzoeken was. Dus mij lukte het niet in de vorige episode. Maar we gaan gewoon lekker verder. En deze keer gaan we vechten tegen deze soort van Brock Ripoff, om het even zo te benadrukken. Hij lijkt namelijk heel erg op Brock. Tenminste, zo ziet zijn skin eruit. Maar ik geloof dat hij iets van ST. En dan nog iets heet. Ik ken hem namelijk wel van de Pokémon Fire Red game die ik op mijn Game Boy had. Het is natuurlijk precies hetzelfde als deze. Maar dat is al heel lang geleden. Laten we lekker gaan beginnen. Dit is de tweede keer dat ik probeer op te nemen. Voor de mensen denken, joh, waarom? Hiervoor probeerde ik het ook op te nemen. En toen was de gymleader veranderd in een olifant. Als het nou weer gebeurt, dan hoef ik jullie niet uit te leggen. En als het nou niet gebeurt, zou ik jullie even uitleggen wat er nou net gebeurde. Hopelijk gebeurt het niet nog een keer. Want het zou echt enorm vervelend zijn. Want we willen natuurlijk wel de gym badge legit obtainen. Ach, gelukkig, het is niet weer zo. Wat er dus aan de hand was, is... Er stond net, toen ik tegen de gymleader ging vechten... Oh ja, LT Search. Stond er een Fanny. En een Fanny is dus een klein olifantje. Met andere woorden, ik moest dus vechten tegen een Fanny in plaats van tegen de gymleader. Wat dus schoonde te zijn, wat? Het was dus zo dat er nog een cheat aan stond in mijn Pokémon Fire cheatlist. Namelijk een cheat waarbij je kan wegrennen van battles. Die heb ik een keer moeten selecteren. Omdat ik een keer tegen een Pokémon moest vechten die mij niet kon killen. En ik kon die Pokémon ook niet killen. Zo was het een oneindige battle. Dus toen moest ik die cheat invoeren. Maar die stond dus op een of andere manier aan. Geen idee hoe. Maar daardoor kon ik dus net niet vechten tegen de gymleader. Maar moest ik vechten tegen een olifantje. Wat? Maar we gaan lekker verder. Ik heb hier mijn Charizard en ik moet vechten tegen Pineco. Pineco is geloof ik een eerste generatie Pokémon. Die mij persoonlijk niet heel erg aanspreekt. Het lijkt een beetje op zo'n ding die altijd van de bomen af. Ik weet niet hoe die heet. Hoe heet dat ook alweer? Je hebt zeg maar een eikel bijvoorbeeld. Die vallen... Daar hebben jullie trouwens om gelachen. Wat zei ik ook alweer toen? Ik zei toen tegen die Seedot van dat is echt een eikel. Maar in ieder geval... hij lijkt enorm... Oh, natuurlijk moet je hem weer missen. Hij heeft zichzelf weer geprotect. In ieder geval, het lijkt op zoiets wat van een boom afvalt. Ik kan het heel even niet verwoorden. Maar als jullie het weten, laat het hier beneden even weten in de comments. Wat jullie ook in de comments moeten laten weten. Ze heeft het antwoord op de vraag die in de video staat. Ik wou zeggen in de beschrijving, maar die in de video staat. Er staat namelijk elke episode van Pokémon Fire Red een leuke vraag in de video. Geassocieerd met Pokémon. Waar jullie een antwoord op kunnen geven in de reacties. Ik lees alle reacties. Dus wees niet bang dat jouw reactie nu wordt gelezen. Maar waarom werkt deze fucking Pineco niet mee? Oké, awesome. Ik geloof dat het... Ja, het is een gras-Pokémon. Daarom kon ik hem zo snel killen. Dan weet ik in ieder geval zeker dat het wel is wat ik denk dat het is. Er is namelijk een soort van iets wat van een boom afvalt. En daar lijkt... Oh, wat doe ik? En daar lijkt het echt enorm op. Dus vandaar. In ieder geval. Pineco Feindert. Of ik weet niet hoe dat uitspreekt. Maakt niet uit. We hebben 270 XP erbij. Super chill. Hij gaat een Togetic naar buiten gooien. Dat is gewoon een eitje eigenlijk. Om het even zo te benadrukken. Die kun je ook geloof ik krijgen in Pokémon Diamond and Pearl. Dit is trouwens de na-evaluatie van Togepi. Togepi is zeg maar dat eitje wat je kan krijgen van een professor. Geloof professor Birch als ik het goed heb. En als je dan maar lang genoeg in de game rondloopt, dan krijg je op een of andere manier een Pokémon eruit. En dat is dan zeg maar die Togepi. En na-evaluatie van Togepi is dus Togetic. En dan weten jullie dat ook weer. Weer wat geleerd in deze nieuwe episode van Pokémon Fire Red. Maar dat is niet zomaar dat jullie alleen maar dingen van mij leren. Want ik heb laatst ook weer iets van jullie geleerd. Er was namelijk iemand die in de comments schreef. Dat is nu alweer een tijdje geleden van Job. Een Mew kan niet evolueren in een Mewtwo. Het is namelijk zo dat Mew en Mewtwo op elkaar lijken. Maar wel individuele Pokémon zijn. Dus het is niet zo dat Mew evolueert in een Mewtwo. Oh lekker, ga maar slapen. Tuurlijk bitch! Domme. Het is niet zo dat een Mew evolueert in Mewtwo. Maar het is zo dat Mew en Mewtwo gewoon twee aparte Pokémon zijn. Heb ik echt nooit geweten, geloof me. Dat heb ik echt gewoon nooit geweten. Super chill dat ik dat nu weet. Dat vind ik altijd fijn. Waarom is het nou weer full heal? Oh, tuurlijk. Om zijn slaapding weg te krijgen. Dus eerst maakt hij zichzelf een slaap. En daarna gaat hij een potion eraan verkloten. Hij gaat toch wel dood. Ik bedoel, wat doet hij nou weer voor moeite? Wat doet hij nou moeite om zijn leven te verlengen? Ik bedoel, hij kan toch beter in één keer dood zijn. Hoeft hij ook niet meer te lijden. In ieder geval, dankjewel Draakske voor het oplossen van dit lelijke omelet. Omelet? Is het een... Ja, het is een omelet. Oké. Zwaarbloed, dat is een vogel. Ik ga mijn Mew heel even in deze battle niet gebruiken. Voor de mensen die denken, joh, waarom? Omdat ik eerst mijn Draakske level 30 wil krijgen voordat ik weer verder met Mew ga. Geen idee waarom, maar ik vind het gewoon leuk. In ieder geval, Zwaarbloed, dat is de voor-evaluatie voor, hoe heet die ook alweer? Dus ik weet hoe de na-evaluatie van deze Pokémon eruit ziet. Alleen ik weet even de naam niet meer. Dat heb je soms. Dan weet je welke Pokémon het is. Net zoals wat ik net had met die Pokémon die leek of het iets was wat van een boom afviel. Maar ik weet even de naam niet meer. Heel vervelend. Had ik laatst ook met de unboxing van Chinese Pokémon kaart. Want dan wist ik welke Pokémon het was. Alleen de naam wist ik al niet. Dus dan zit je zo van... Dit is... ja, dat is die... dat is die eikel, weet je wel? Ja? Seaslot? Seaslet? Nee? Weet je, dat is echt fucking retarded als dat gebeurt. Oh, ik slaap trouwens. Kutzooi. Waarom moeten lelijke vogels me altijd in slaap brengen? Tonne.
Vind ik gewoon niet leuk. Ja, fuck dit. Ik ga even snel mijn Mew eruit gooien. Ik wou hem eigenlijk in deze battle niet gaan gebruiken. Maar kale poes, ik kies jou. Het is wel chill dat onze Mew en Draaks ongeveer hetzelfde level zijn. Met andere woorden, we hebben twee hele goede Pokémon's voor level 30. Want ja, Mew is een legendary Pokémon, oftewel een legendarische die je maar heel erg zelden vindt. Maar ik heb Pokémon randomizers op een of andere manier. Is het bij mij heel erg makkelijk. Oh ja, tuurlijk. Furry Attack, dat doet hij soms 3 of 4 keer. Oh, 2 keer. Gaan wij gewijs groen Zwaarbloed. Nou, dan heb ik het tweede keer goed gemaakt. Mega Punch tegen je lelijke snavel. En nu is ze zeer waarschijnlijk dood. Hell yeah. Altijd chill om Pokébattles te noemen van je weet welke attacks goed en effectief werken op de Pokémon waar je tegen moet vechten. Dat is niet zo moeilijk, ook al heb je niet veel verstand van Pokémon, weet je. Gras verslaat, water, water verslaat, vuur verslaat. Gras, het is heel simpel. Of nee, gras, hoe zeg je dat eigenlijk? Gras, bladeren, geen idee hoe je het wil noemen, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval, you're the real deal, kid. Find and take the Thunder Badge. Yeah, we hebben de Thunder Badge. Ook al heeft deze kerel helemaal geen Thunder Pokémon rond gegooid, maar dat heeft gewoon mee te maken met het randomized is. Maar heel erg ironisch dat hij zegt van, je hebt de Donder Badge. En dat we eigenlijk helemaal niet tegen Pokémon hebben moeten vechten die met bliksem te maken hadden. Maar dat maakt niet uit. It's also let you... Oké, dat is allemaal goed. Oké, we kunnen nu Fly gaan leren. Dat is pittig awesome. We hebben ook de TM34 gekregen en dat is de move Shockwave. Shockwave is pittig awesome als jij een Pokémon Paralyze wilt maken. Maar ja, weet je, dan moet je wel eens een elektrische Pokémon hebben. Die heb ik niet. Heel misschien zou onze Charizard het kunnen leren, maar ik neem aan van niet. In ieder geval, we gaan even een kut attack uitvoeren op dit lelijke boompje hier. Best wel raar dat het een boom moet voorstellen, want hij is even groot als mij. Dus, oké. Okay. Kleine boom dan. Daarom noem ik het liever een sapling. Of dat heeft gewoon mee te maken omdat ik te veel Minecraft speel. Dat kan natuurlijk ook nog. In ieder geval, we gaan even naar de Pokémarkt. Even kijken of we hier wat leuke dingetjes kunnen halen. Of hebben we dat hebben we laatst al gedaan. Maar deze hier. I think Pokémon can be good or bad. It depends on the trainer. Oh, gaan we zo spelen, bitch. Oké, okay, even kijken. Bye. We hebben hier wat, ja, een Awakening is pittig chill. Want jullie hebben net ook gezien bij mijn Charizard dat het bijna verkeerd ging. Dus bij deze een Awakening. En wat hebben we nog meer nodig? We kunnen een Iceel halen, een Weeple. Nou ja, fuck it. Ik hou het hier even bij. Het is een Weeple, geloof ik. Sommige mensen zeggen Repel, maar het is gewoon een Weeple. Je spreekt het namelijk uit in het Engels, omdat Pokémon dus gewoon... Ja, je kunt het uiteraard... Ja, je kunt het helemaal niet naar het Nederlands vertalen. Er is geloof ik... Hé, kijk, dit is een professor van Professor Oak. Oh, hello Job, how are you doing? It's me, one of Professor Oak's aides. Oké, ik ga het niet voorlezen, want dan heb ik ook... Als andere YouTubers het doen, dan kan ik me eraan irriteren. Zeg, ik ga het ook niet doen. If you're in the route 2, where you please look for him. Oké, we moeten naar route 2. Wacht even, ik ga nog even één keer lezen. Voor de zekerheid, want ik heb niet goed gekeken. It's me, one of Professor Oak. Okay. The other... Wie is the other eat? He had a package from Professor Oak for you. Wie said it here? Route 2, dat is echt een best wel flinke van hier vandaan. Maar dat maakt niet uit. Als we nou even een townmap krijgen van iemand. Maar we moeten naar route 2 toe, begrijp ik. Wat ik dan even ga doen. Dan ga ik heel even naar het Pokécenter. Heel even mijn Pokémon zien. En even kijken waar route 2 nou precies zit. Want ik weet niet of dat bij de verhaallijn hoort, maar ik geloof het wel. Nu hoor ik heel veel mensen denken, ja maar Job, hey, kijk, een Japanse computer. Nee, dat hoor ik mensen niet denken. Want mensen nu misschien denken, Job, je zegt zelf dat je zoveel Pokémon speelt. Hoe kan het dan dat je nu opeens niet weet hoe het zit? De Pokémon game die ik heel veel heb gespeeld is Pokémon Ruby. En de laatste keer dat ik Pokémon Fire heb gespeeld is al super lang geleden. Dus ja, weet je, dan heb je dat. Dus ik mijn webcam even iets... Iets naar beneden gezet, gewoon even voor de fun. Of voor de fun, gewoon omdat het beter staat. Je gaat niet zomaar voor de fun je webcam naar beneden zetten. Oké, okay, even ander onderwerp. Route 2. Dit is route 11. Dicklet's Cave. Dicklet's Cave. Oké, okay, ik moet eigenlijk wel een Dicklet vangen, zodat ik hem Dicklet kan noemen. Route 2, dat is hier. Oh, you're being serious. Route 2, dat is gewoon bij Pallet Town. Oh nee, Pallet Town is hier. Dat is bij Virgin City. Oké. Okay. Nou ja, laten we daar maar gewoon naartoe gaan. Ik bedoel, als het nodig is, dan is het nodig. Maar, ik denk eerlijk gezegd dat het beter is om eerst even Fly te leren. Want, wat is Fly? Ik geloof dat Charizard trouwens helemaal geen Fly kan leren. Want Charizard is namelijk geen vliegende... Nou, het is wel een vlieg... Ik kan het niet echt uitleggen hoe dat zit. Het is echt heel apart. Maar, in ieder geval... ik denk dat we gewoon hier naartoe moeten. Dat we dan de move Fly moeten vinden. En dat we dan maar weer terug gaan naar Pallet Town. Of in ieder geval naar route 2. Wat eigenlijk niet bij Pallet Town is, maar bij Fidrin City. Jullie begrijpen me wel. In ieder geval. Dit is Dicklet's Cave. We hebben dus twee mogelijkheden op dit moment. Of we gaan hier naar beneden. En waar komen we dan uit? Nou nee, dan komen we gewoon bij de SS Aqua uit. Nou, daar hoeven we niet naartoe. Of de SS Anne of zo. Ah oh, nee, ik weet niet hoe je dat wil uitspreken. Maar dat boeit me niet. Laten we even kijken. Dit is Dicklet's Cave. Als we daar naar binnen gaan, vinden we allemaal van die Dicklet's. Oh nee, tuurlijk niet, want het is randomized. Hallo meneer. Alles goed met jou? Well, isn't this a surprise? Nee, niet echt. Niet echt een verrassing. Ik wist dat jij daar stond met je lelijke oude bek. Oké. Okay. Even kijken. En daar hebben we de eerste Pokémon. Legendarisch. Jamma. Jamma. Oké, okay, als je zo wil gaan spelen, doen we dat. Zullen we hem killen? Fuck it, ik ga hem killen. Dit is namelijk een gras Pokémon. Dus doei. Het is een grasvlieg Pokémon. Het is eigenlijk gewoon een mug om het even zo te benadrukken. Je hebt alle mogelijkheden om zo fantasieachtige Pokémon te maken met krachten die iedereen aan kan. En dan ga je een mug maken.
geen commentaar, echt. Het is een commentary, maar hier ga ik gewoon geen commentaar op geven. Nee, dat is natuurlijk flauwkul, want ze kunnen natuurlijk niet alle Pokémon's OP gaan maken. Er zitten altijd Pokémon's bij die kutsen, zoals Magikarp, Diglett, of nee, die Diglett. Diglett is in principe best wel vet, want die verandert. Oeh, deze is pittig nice. Cacturne, die is pittig nice. Alleen, waarom ga ik hem niet vangen? Omdat er veel betere Pokémon zijn. Het is een gras-Pokémon, dus bye, motherfucker. Het is wel chill dat we hier gras-Pokémon's vinden. Kunnen we aan mijn Draakton nog een beetje mee levelen. Niet dat dat heel veel nut heeft, maar ja, weet je. Beter iets dan iets. 404 XP, is niet verkeerd. Bijna level 30. Hij kan niet meer evolueren, net zoals Mew. Ik dacht eerst dat Mew wel... Hier, één van deze dingen zijn soms dingen die je kunt meenemen. Oké, okay, waar gaat dit eigenlijk naartoe? Dit gaat waarschijnlijk naar route 2. Ja, dit gaat natuurlijk naar route 2 toe. Oh, hier hebben we trouwens Dugtrio. Die is, nou, is wel nice hoor. Begrijp me niet verkeerd alleen. Het is niet een Pokémon die ik zou gaan vangen. Kijk, als het nou niet randomized was, wel. Maar omdat het randomized is en dan, omdat ik dus weet dat er hele goede zijn te vangen, ga ik dus niet de moeite doen om Dugtrio te vangen. You know what I mean? You know what I mean? Dus dat gaan we niet doen. Sure, waarschijnlijk is het weer zo'n hele lame Pokémon. Oh, die is zo kut. Spearow. Die verandert uiteraard. Later verandert hij wel in een best wel coole Pokémon. Alleen, nee, dit is niet echt een must-have of zo. Die hoef ik. Die sla ik, die pas ik even. Laten we verder gaan. Ik zit even te kijken, want soms zit hier heel shizzle. Maar ik denk dat dit naar route 2 gaat. Dat is een beetje bij de verhaallijn. Want je gaat dik slats caven. Oh my god. Hier, dit vind ik echt een Pokémon. Die haat ik echt. Geloof me. Ik haat deze Pokémon echt. Ik vind het echt zulke saai illumise. Nee, zulke Pokémon's vind ik lelijk. Hij lijkt trouwens echt op Beatrix. Dus als ik hem zou vangen, zou ik hem zo noemen. Hallo. I went inside Rock Tunnel. Oh, ik weet al waar dit uitkomt. Is het waar ik denk dat het uitkomt? Ja, route 2. Ik wist het. Ja, dat is altijd leuk aan Pokémon. Al die dingen zijn met elkaar geconnect. Wat is hier binnen? Is hier binnen? Hallo. Ja. Heb je misschien iets voor me? Ik skip gewoon alles. Zodat iemand zegt van, hey, wil je met mij ruilen? Heb je soms, hè? Ook met, in elke Pokémon game wilde wel iemand een Pokémon ruilen. Hier, wat zeg ik? Oh my god, dat is fucking retard. Dat is toevallig. En moet ik hem voor een Pokémon Abra? Mr. Mime. Ja, tuurlijk. Weet je, ik geef jou mijn Mew. Net kan niet, toch? Dit is nou Abra, oh gelukkig. Straks kon het wel, dan hadden we echt een probleem. Dat ik mijn Mew gereeld voor een Mr. Mime. Die is echt een heel kut, dat is een meme-speler. De street, ja, dat kon je ook weten, ook al heb je nooit Mr. Mime gezien en je hoort de naam, dan weet je ook al dat het een meme-speler is. Want daarom ook Mr. Meme, snap je? Mime? Nee? Oké, dan niet. Wacht even, dit is route 2, toch? Ja, dit is route 2, maar moeten we dan überhaupt... Hier moet iemand zitten die wij kennen. Ja, is hier iemand die wij kennen? Ik geloof het wel. Waarom ligt hier in Pokéball? Dat is 9 van de 10 keer zo. Oké, even kijken. Want ik wil namelijk nu geen verkeerde keuzes gaan maken. Want straks kom ik ergens... straks kom ik ergens uit waar ik niet uit moet komen. Dat wil ik niet. Dus even kijken. We zoeken nu dus naar route 2. Is dat hier? Of is het alweer route 3? Dit is Pewter City. Wat? Dus dit is route 2. En hier moet dus iemand zijn. Die mij gaat aanspreken. Want hij zei van, ja, je moet naar route 2. Daar is iemand en nog wat. Ik heb niet goed gelezen, want ik was bezig met mijn eigen commentary. Oh, sorry hoor, dat ik ook mijn eigen dingen wil doen in deze kut game. Nee, het is geen kut game. Het is een hele awesome game. Het is de beste game die er is. Nou, het is één van de beste games, naar mijn mening, die er is. Misschien ook wel leuk, een keer een top 10 games. Misschien is het nu al wel op Doe Maar Gamer gekomen, nu ik het heb bedacht. Zo waarschijnlijk wel. Even kijken. Ja, maar kijk, ik wil je best in hoor. No problem. Oh, wacht, dit is hem zeker. Ja, kijk. I'm one of Prof Oaks. Oh ja, oké, nice. Pokédex. Oh, wat krijgen we? Oh, fly! Of course! Have you gathered data on at least 10 kinds of Pokémon? Ja, we kunnen ook gewoon liegen, maar oké. You being serious? We moeten eerst 8 Pokémons erbij vangen... voordat we überhaupt onze fly move kunnen krijgen. Wat? Ik dacht die bedoelde dat ik 10 verschillende Pokémons ben tegenkomen. Oké, dan ga ik het gewoon zo doen. Ik heb wel een idee. Als jij zo het dras wil doen, meneer, dat is echt het beste iets om te zeggen. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon het volgende doen. Als hij dus ons niet eerst de Pokéball wil geven of de HM move voordat wij 10 Pokémon's hebben gevangen, ga ik gewoon deze cave in, ga ik gewoon 10 Pokémon's vangen en dan doe ik die daarna weer weg. Ook wil ik dat wel liever doen op gras, want ik ben niet zo van die cave Pokémon's. Ik vind dat hele cave gebeuren helemaal niks, als ik heel eerlijk ben. Heel veel mensen zijn helemaal te gek van waterlevels en cave, ja, waterlevels... associeer ik dus met Mario, maar heel veel mensen vinden caves en Pokémon vet, waterlevels in Mario, ik vind dat echt niks. Ik hou meer van de overworld. Ook eigenlijk in Minecraft wel, de Nether is wel leuk alleen. Oh, daar hebben we een Mankey. Daar hebben we een Mankey van level 3. Kan dat nog beter? Ik ga hem gewoon vangen hoor. Maar ja, wacht, kan ik hem überhaupt opvangen is nu de vraag. Want ik heb natuurlijk, als ik nu 1 attack doe met mijn Charizard, is hij dood. Nou, fuck it, we gaan hem wel vangen. Hopelijk. We hebben namelijk nog 8 Pokémon nodig. Moet je nagaan hoe kut dat is. Oh, you're being serious right now.
Weet je dat we nu best wel met een probleempje zitten, jongens en meisjes? Want, oké, weet je, ik weet hoe we dit kunnen oplossen. Als allereerst gaan wij heel erg veel pokeballen erbij halen. Voor de mensen denken, joh, waarom? Moet. Zonder pokeballen gaat het niet lukken. Dus wat we gaan doen is, we pakken een Weeple. Ja, maar joh, waarom een Weeple? Bek dicht. Een grapje. We pakken een Weeple. Waar is die? De Weeple die zit ergens hier. Even kijken. Waar is de Weeple? Of wacht, de Weeple die valt toch onder, ja, die valt hieronder, toch? What? Ik geloof het wel. Oh, nee, tuurlijk, ik heb geen Weeple meer. Nee, dat is te gek. Dan kan mijn hele leuke meesterplan niet doorgaan. Want ik wou namelijk eerst weer terug waar ik net vandaan kwam. Nee, weet je wat we doen? Fuck it. Ik ga nu op weg naar dat stadje waar we hier, waar de Diglett Cave begon. Daar ga ik pokeballen halen. En als ik nu pokeballen tegenkom, ga ik ze vangen. En die ga ik daarna weer verwijderen. Want misschien weten jullie niet wat verwijderen is. Maar je kunt ze in de PC zetten en dan verwijderen. Oh ja, tuurlijk. Een metapod. Voor level 29. Yeah. Nice hoor. Leuk. Maar niet heus. Dat is echt een kut Pokémon. Daarom doe ik ook de kut attack op hem. Omdat het allemaal kut is, allemaal kut, weet je dat. Harden. Oh, gaan we zo doen. We gaan harden doen. Best wel grappig, want de Metapod is eigenlijk een beetje te vergelijken met Charizard. Metapod kan alleen maar harden. En Magikarp kan alleen maar splash. En ja, daarom zijn het gewoon twee kut Pokémon's. Maar zodra Metapod evolueert, evolueert hij geloof ik in een Butterfly. Of in een... Je hebt een Butterfly, heb je een nog eentje. Je hebt geloof ik een Silcoon. En dan heb je een Metapod. Metapod wordt een Butterfly. En Silcoon wordt een... Of nee, niet Silcoon. Nee, Silcoon is geloof ik een... Nee, Silcoon... Wat is het nou, Job? Wat is het nou? Ik weet het even niet meer. Dit is niet goed wat ik nu allemaal zeg. Ik wou namelijk Silcoon zeggen, maar dat leek te veel op Suicune. Suicune is geloof ik... En je hebt Entei, Suicune. En dan heb je er nog eentje. Wat is dat? Oh, dat is mijn schaduw. Ik wou net zeggen. In ieder geval, ik denk dat we nog wel één keer kut kunnen doen voordat hij doodgaat. Wow, waarom deed zo fucking weinig damage? Oh, dat komt zeker door Harden, of niet? Defense, ja. Yeah. Nice, maar niet heus. Back. En wat gaan we doen? We gooien even een pokeball op deze lelijke jongen. Echt een lelijke jongen is het. Pokeball, nice. Dat is dus het hele nadeel van... Pokémons van level 29 zijn moeilijk te vangen, maar dan kunnen we het HP wel van weghalen. Maar Pokémons die je zeg maar hier terugvindt... Nou, hell yeah. We gaan ze wel een naam geven, ook gaan we ze weer verwijderen. Ik zet ze toch in mijn computer. Dus vandaar. Ik ga hem een naam geven. Metapod. Ja, ik heb wel een leuke naam voor deze jongen hier. Ik noem hem gewoon banaan, weet je. Ja, maar Job, waarom banaan? Omdat als je hem zo ziet, zo op dit moment, hoe hij nu staat naast de M, dan lijkt je op een banaan. En dan kun je zeggen van, ja, maar Job, bananen zijn niet groen. Nou ja, in Pokémon kan alles, dus dat mag gewoon. Oh, kut, ik heb het in mijn oog zitten. Banaan, zo. Oké, nou, één van de 8 Pokémon's te pakken genomen nu. Hey, wat zijn we toch weer blij. Allemaal even een like achterlaten als je hem leuk vond. En even een reactie op de vraag van vandaag. Hey. Oh, een Dugtrio van level 18. Dugtrio is niet slecht hoor, by the way. Het is wel leuk. Een leuke Pokémon is het. Maar hey, je moet er wel van houden om het even zo te benadrukken. Dus laten we een scratch op deze motherfucking bitch doen. Oh, dat maakt hem al bijna dood. Oh, Sandtack. Oeh, zand in mijn ogen. Doe het niet. Dat prikt. Sommige attacks in Pokémon zijn echt zo lame gewoon. Nou ja, fuck it. Wij gaan even een Pokéball gooien naar deze lelijke man. Deze lelijke driehoofdige man. En hopelijk gaan we hem hiermee vangen. Pak hem. Pak hem, Pokéball. Pak hem. You can do... Fuck jou, Pokéball. Fuck jou. Oké, dat is dus weer wat minder. Oh, dus we gaan zo doen. We gaan ons verstoppen. Puur om het feit dat ik toevallig rood ben. Discriminatie is dit. Oké, ik ga even mijn haar goed even nog één keer zwiepen. Oké, nice. Wat gaan we doen? Ik ga winnen. Ik heb hier ook helemaal geen zin in, weet je dat. Een Dugtrio, vliegende Pokémon's en gravende Pokémon's kunnen mij toch een partijtje kut zijn. En trouwens, dik. Dat betekent ook gelijk lul. Tenminste, als je het met CK zou schrijven. Maar het is met G geschreven. Dus in principe, weet je, is dat nog te doen. Is het weer een Dugtrio, want dan ben ik echt gelijk pleiten. Oh, deze is wel te vangen. Nice. Dan hebben we 2 bananen. We gaan gewoon allemaal van die metapods vangen. Dan gaan we banaan 1, banaan 2, banaan 3, banaan 4. Oh, wat ben ik toch origineel. Laten we even kut doen op deze kut Pokémon. Dat grafje heb ik al eerder gemaakt, dus eigenlijk is het best wel heel erg kut. Oké, even kijken. Weet je, het is best wel raar dat onze metapod, die metapod waar we nu tegen vechten, is een even hoog level tegen ons... wow, dat was kwam heel raar uit. Deze metapod waar we nu tegen vechten is even hoog level als onze draak. Dus moet je nagaan hoeveel sterker ik dan toch nog als die metapod ben. Terwijl we even hoge level zijn. Dat is pittig raar om het even zo te benadrukken. Want als ik nu tegen die metapod zou vechten, serieus, en ik zou 1 keer Ember doen, is hij in 1 keer dood. Maar als hij in 1 keer, weet ik, veel scratch doet, dan doet het maar waarschijnlijk bij mij maar zo'n klein beetje damage. Dus dat is in principe best wel ironisch. En daarom is metapod gewoon een kut Pokémon, oké? En daarom doe ik ook al de hele tijd die kut attack op hem. Daarom, alles komt een beetje op zijn plek. Well, metapod, defense road, oké, awesome. Ik ga nu even die Pokémon op die kerel gooien, want ik heb eigenlijk geen zin meer om met hem te vechten. Want ja, weet je, een beetje lullig om tegen een gas Pokémon te vechten als jij een vuur Pokémon bent. En als die gas Pokémon alleen maar de kut attack harder kan, weet je. Ik ben eerlijk, weet je, ik ben een eerlijke jongen. Oké, je gaat dood. Waarom? Ik zweer het je. Het is zo kut dat we eerst 7 Pokémon's moeten vangen. Het is hetzelfde als je naar een kat gaat en zegt van... Ja, jij gaat eerst 4 koprollen doen voordat jij dit lekkere visje krijgt. Dat is flauw, dat kun je niet doen.
Oh, maar nee, maar die Pokémon professor mag het wel. Want ja, het is toch maar een spel. Oh, gaan we zo doen. Is goed. Ga, is goed, dat onthoud ik. Oh, serious. Nu gaan we dus ook nog lullig doen en in één keer die melkpot doodmaken. Gewoon zo van, oh, het is toch maar Job, weet je, die... Hey, weet je, ik ga offscreen ook even een paar Pokémon vangen. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze nieuwe episode van Pokémon Firebird. Vond je hem leuk? Als je niet, en laat even een blauw duimpje achter. Zorg natuurlijk ook even voor dat je antwoord geeft op de vraag van vandaag. Of gewoon eigenlijk de vraag die in beeld staat. Hij staat er ook onder de vraag. In ieder geval, laat er even een antwoord op achter. Ik lees alle reacties van A tot Z. Van Z tot A. Van A tot... Maakt niet uit. Ik lees ze allemaal. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. En tot de volgende keer bij een nieuwe episode van Pokémon Firebird. Hier op Doe Maar Gamen. En ik zeg, later.